Ik ga nog niks bestellen, want ja, het zou wel lekker zijn, maar we moeten eerst nog even hard aan het werken hier natuurlijk. Wat is dit? Ben je een campagne begonnen? Ja, wij zijn helemaal gericht op de SP. Ja, duidelijk. Vanwege het feit dat een Kamerlid van de SP, Harry van Bommel, aanwezig was bij een coffeeshopvergadering om actie te ondernemen tegen de demonisering van de cannabisblower en de wietpas. En nadat wij kennis hadden genomen van het programma van de SP over cannabis en coffeeshops en hij zijn toespraak had gehouden, vroegen wij of we betrokken werden bij nieuwe beleidsvorming rondom coffeeshops en de legalisatie en die regulatie die zij voorstaan. En daar antwoordde hij op dat wij inderdaad betrokken worden bij de vorming van een nieuw beleid als de SP in de regering terecht zou komen. En daar is grote kans op natuurlijk, omdat de SP al een beetje is uitgelopen op de VVD. Ja. Van Opstelten. Duidelijk, ja. De man die samen met zijn partijgenoot Van Balen de wietpas geïntroduceerd heeft. Ja. Jullie staan dus volledig achter de SP wat dat betreft. Dat is hier duidelijk ook te zien. Ja. Inspraak, heel belangrijk natuurlijk. Dat is ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat je eigenlijk door middel van die wietpas word je een soort veredelde douaneambtenaar die mensen moet discrimineren in opdracht van de overheid. Altijd verdacht van criminele activiteiten en plotseling worden we gesprekspartner voor een eventuele regering. Ja, nee, duidelijk. Wat dat betreft, ja, criminele activiteiten en dergelijke. Jullie zijn nu in Haarlem druk bezig om de wietpas buiten de deur te houden. Ja. Daardoor doen jullie vrijwillig mee in een bieboonderzoek of is dat afgedwongen? Ja, de burgemeester wil alle koffies op bieboppen. Zodat hij met het keurmerk in de hand wat hij ons wil toekennen. Onder andere door middel van het halletje waar je nu in staat. De controle op minderjarigen heel goed is. En met de biebop daarbij wil hij tegen minister Opstelten zeggen: luister, hier in Haarlem hebben we alles goed onder controle. Zijn allemaal gebiebopt, zijn betrouwbare mensen. Ze houden zich aan alle regels. Ik heb geen problemen, die wil ik ook niet. En dat zijn we hier dus in Haarlem op het lokale vlak aan het doen. En dat komt nog voor de verkiezingen van 12 december in de landelijke pers. Oké, heel mooi. Nou, jullie gingen als een actie beginnen, begreep ik. Ja, wij zijn buiten de normale verkiezingscampagne van de SP zijn wij beginnen wij een charmecampagne voor de SP. Wij gaan namelijk met een campagnebus en een speciale promotielimousine proberen alle koffieshophouders in Nederland te bereiken, zodat die hun medewerkers kunnen stimuleren om de klanten op de SP te laten stemmen. Dat klinkt ingewikkeld, maar zo zit het in elkaar. Er zitten veel niet-stemmers in de koffieshop. En daar gaan wij met diverse grote gemeentes in Haarlem mee bezoeken om de koffieshophouders in die bus te krijgen of bij de limousine te krijgen. En dat gaan we aftrappen op 18 augustus in Maastricht. En het hoogtepunt van de campagne wordt een manifestatie op 9 september op de Dam in Amsterdam. Die wordt georganiseerd door de Cannabis Consumentenvereniging We Smoke. En daar komen wij met de campagnevoertuigen bij elkaar. En om daar die mensen aan het woord te laten, waaronder een vertegenwoordiger van de SP. En uit te leggen wat de bedoeling is van de beleidsgroep die wordt opgericht om zometeen met de SP te gaan praten over het beleid. Ja, en dat natuurlijk allemaal om de achterdeur te regelen, hè? Zoals ja, en de SP is daar heel duidelijk in. Ze willen legalisatie en in legalisatie zien zij dat de aanvoer naar de koffieshops geregeld wordt.
En regulatie, dat wilde zeggen dat koffieshops blijven bestaan en via een vergunningstelsel, niet via een gedoogbeleid, een bepaald aantal per gemeente, zoals het nu ook is, maar dan in heel Nederland, de cannabis verstrekt wordt op een controleerbare en verantwoorde manier. Ja, want het is op het ogenblik wel een drama, hè? Als je de verhalen hoort wat er op straat ook gebeurt met de straathandel. Wat denk je daarover, die ontwikkelingen in verband met de wietpas? Ja. Dat was ook voor mensen zonder glazen bol, zoals mij te voorzien. Ik heb daar diverse artikelen over geschreven. En soms is het kloten om gelijk te krijgen. Maar alles wat we daarover voorspeld hebben, ook omdat wij in Haarlem vrij vroeg een enquête hebben gehouden onder onze eigen klanten. Wij wisten dus dat 80-90% niet meer in de koffieshop ging komen. En dat zie je nu in Maastricht en ook in Tilburg gebeuren. We hebben een collega uit Tilburg gesproken. Die had normaal 850 klanten per dag. En nu heeft hij er nog 80. Ja, drama dus. En zijn ijskasten staan uit en de espresso machine om maar zoveel mogelijk op de kosten te besparen. Ja. Het personeel is de wacht aangezegd. Koffieshophouders in Breda merken dat hun omzet met 80-90% daalt. En ook in Den Bosch bij de Meatpoint gaat het slecht met de zaken. Ja, de gevolgen van de wietpas zijn dat wij een omzetdaling hebben van 75-80%. We hebben de helft van ons personeel kunnen ontslaan, van de 10 mensen dus 5. En ja, de zaak is dus helemaal leeg. Mensen willen niet komen naar de shop om zich te registreren. Nou, ik denk dat we dit geen jaar meer volhouden. Dan zullen wij ook de zaak moeten sluiten. Daarmee is echt wel iets kapot gemaakt ook, kun je zeggen. Ja, want dat is ook straks niet meer zo heel te maken. Want aangezien in Maastricht een levendige straathandel is ontstaan, die onder de koffieshopprijs zitten, want ja, geen huur, geen belasting, geen personeel, zal het moeilijk worden om in deze tijden van crisis de mensen weer naar de koffieshop terug te krijgen waar de wiet nou eenmaal duurder is. Ja, nee, er is iets stuk gemaakt wat ook nog wel een tijdje beschadigd gaat blijven. En als we die wietpas nog langer blijven halen, wordt die schade in heel Nederland aangericht. We hebben nu gezien wat er in het zuiden gebeurt en verder moet het absoluut niet komen, het moet gewoon teruggedraaid worden. Ja. Dus levensgevaar. Dan maar een grotere parkeerplaats voor Duitsers in Maastricht. Dan is het probleem opengehorst. Ja, duidelijk. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Me, I got the whole night to smoke weed, but for now I know what the people need. De cannabis komt naar jou toe deze zomer. Doe mee. Stem SP, behoud je koffieshop en 15% THC.